Yo! Yo, fucka! Yo, what up? Ga met jullie. Ai, dus ik heb vandaag een Nederlandse mukbang. Heel veel van jullie wou dat ik een Nederlandse video maakte. Dus ik heb het voor jullie hier. Patatje stoofvlees. Frikandel speciaal. Yeah. Hamburger speciaal. En een kaasvleetje. Dus laten we dit maar doen. Yes! Hoop jullie goed zijn. Maar mij gaat heerlijk. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je nieuw bent. Of course. Oh mijn god. Oeh, dat lukt zo goed. Wauw. My god. Ik hou van dit. Oh yeah. Let's do this. Heerlijk. Dus ik zie dat heel veel van jullie wou dat ik een Nederlandse video ging maken. Dus hier is die. Ik vind Nederlandse. Ik praat veel te snel, sorry. Ik vind Nederlandse video's wel leuk. Maar het voelt natuurlijk wel anders dan Engels. Want ik praat ook gelijk veel sneller, wat eigenlijk niet heel goed is. Maar ook niet slecht is. Dus ik ging naar mijn lokale snackbar. Ik ken hem al echt tot 12 jaar. En mijn pa vertelde hem over mijn kanaal. Hij was helemaal verbaasd dat ik een kanaal had met bijna 400.000 volgers. Dus hij zou het als het goed is, zou dit opzoeken, mijn kanaal, maar I don't know. Jemig. Oh. Alleen mijn snackbar maakt zo'n goede spul. Omdat we elkaar echt heel lang kennen. Ik ken hem vanwege mijn broer, weet je, gewoon connecties. Geeft hij mij altijd extra. Altijd. Ik ben altijd vastgeklampt bij hem. Oeh, yeah. Nummer 1 is al leeg. Ik heb echt honger. Zo, goeie hoor. Ik heb ook nog een kaasvlees. Kan ik dat dan weer vergeten? Oh. Jee, mag ik heb echt trek. Sorry hoor, ik heb zoveel honger, Rick. Hij is ook niet goed in. Mama. Ik ga het hierin dippen. Nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe het gaat proeven. Dus dat is dus. Nee, niet een hele lekkere combinatie. Nee. Matig, man. Niet heel lekker. Kut in, jongen. Hij zit ook niet goed in, man. Ik weet niet. Speciaal. Ik heb deze saus nog nooit gezien. Dit saus. Nou, weet ik veel. Knoflook? Ik weet het niet echt. We moeten erachter komen dan. Ik heb geen idee wat voor saus het is. Lekker hondenhaar. Man. Nee, oh ja, niet vergeten. Als je me wilt volgen op social media, geen probleem. Volg me op Instagram, @lovelyasmrs. Link in de beschrijving voor beide usernames. Ik heb 16.000 volgers op Instagram, zo, yeah. Volg me op Snapchat, Keegan9853. En ik volg iedereen terug. Zo, yeah. En ik praat ook heel veel met mensen, dus ik praat echt bizar voor op Snap, niet normaal. Als je reeks met mij wil. Sorry. Als je streaks of reeks van mij wil beginnen. Kan altijd. Goh. Dat is echt niet hard lekker. Typisch patatje stoofvlees. Dat is echt gewoon puur Nederlands. Althans, dat denk ik. Ik weet het niet echt. Voor mij is het Nederlands. Ik weet niet. Het klinkt een beetje Frans.
weet het heel vaag, maar ik weet niet. Mam. Man, dat is echt bizar. Dat je stoofvlees, jongen. Gestoofde vlees. Dat ding werkt eigenlijk niet echt goed, man. Nee, of ik ben er gewoon niet goed mee, ik weet het niet. Oh man. That's some good fries. Oh damn. Bizar. Echt bizar. Lekker is. Per stukje stoofvlees is bijna altijd goed gevuld. Ik weet niet hoe het bij jullie snackbord ligt, maar dit is een normale. Dit is geen eens een dubbele. Hè? Als je het dubbel hebt, is het echt bizar veel. Is lekker dit hoor. Ik wil deze even tachelen, man. Ik heb echt geen idee wat erop zit. Dat is wel raar, I guess. Nee. Oh, dat was fucking goor. Sorry. Nee. The fuck? Bruh. Ben je nou yuzu? Vis, man. Beetje vissaus, ik weet niet, man. Niet echt lekker, man. Disappointment. Nee, man. Dit is hem niet. Nee. Heel teleurstellend in deze, man. Ik mag nooit teleurstellen bij een eten. Nee. Nee, man. Die is niet echt lekker. Nee, sorry, man. Deze saus niet lekker. Ik weet niet. Ik vind die lekker, man. Heel vaak. Maar hij is boeiend. Ik heb die stoofvlees gewoon nog. Dus ja. Ik weet niet, ik ben niet een fan van dit saus, man. Het is niet lekker, vind ik. Ik weet niet, man. Het is niet lekker. Bizar. Hohohoho. Mijn god. Zo bizar. Ik weet niet echt waar ik wil over praten. Ik weet niet, man. Nou, ik heb een leuke. Dus ik krijg heel vaak al mijn snap. Echt heel veel vragen van... wat wil ik doen als ik later, weet je, gewoon klaar ben met school? Ja, dit en dat. Nou, ik weet niet echt, man. Dus heel eerlijk gezegd, ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik reageer altijd met een antwoord terug dat ik rijk wil worden, want... Ik kan snappen dat heel veel mensen zullen zeggen van, ja, maar geld is niet alles. I know, maar het is lekker en leuk om te weten als je geld hebt, dat je dingen kan kopen en niet zorgen hoeft te maken, niet zomaar zorgen maken over dat je niet zomaar geld hebt in de hand, weet je. En zo type ben ik gewoon, weet je. Ik wil een toekomst opbouwen met gewoon wat ik van weet als ik genoeg geld heb, dat ik een toekomst kan bouwen. Want ik ben aan het streven naar, ik ben aan het streven voor... Want als ik een huis koop, dat ik hem gelijk kan afbetalen. Als ik mijn huis kan kopen en ik hem in één keer, gewoon in één keer al kan afkopen. Zou je voor op 20 jaar leeftijd, dan ben ik set for life. Dan hoef ik nooit, eigenlijk hoef ik niet eens veel te verdienen. Want ik heb mijn huis al afbetaald. En dat is wat ik heel belangrijk vind.
Je ziet al die kinderen op de 18-jarige leeftijd van dikke AMG, dikke Audi. Ze allemaal of het is gehuurd of het is van papa, mama. Of ze hebben gewoon zelf heel veel geld. No disrespect towards anyone. Maar dat soort mensen zijn altijd mensen die alleen maar willen showen. En niet eens echt iets willen opbouwen. Het is wel leuk en aardig een mooie dikke bak te hebben. Een Q5 op 18-jarige leeftijd. Maar wat heb je eraan? Je hebt er geen tyfus aan. Want wat doe je als 18-jarige in een Q5? Dat is toch zinloos. Dus daarom moet je je toekomst gewoon opbouwen. Ik zie het nut persoonlijk niet van. Kijk, mijn eerste auto wat ik wou kopen, maar niet ga kopen. Dus prijs. Ik wou een A5 cabrio'tje kopen. Tweedehands. Duur. €15.000. Voor de eerste auto. 15.000. De meeste mensen zeggen van, dat is niet veel geld. Eigenlijk is het wel geld. Veel geld. Ik zelf als YouTuber geef toe, dat is verdomd veel geld voor de eerste auto. Waar de fuck slaat het op? Kom op. Dus het is een eerste auto. Dus ik ga een Jeep kopen. Ik vind een Jeep zo fucking gaaf. Ik hou van een Jeep. Eentje die mijn pa heeft, van hetzelfde als dat. Met een veel meer luxe. Het is leuk en aardig om te showen en te pronken met dingen, maar je hoeft niet per se succesvol te zijn omdat je een Q5 hebt. Omdat je een Bentley hebt. Nee. Succesvol zijn betekent, kijk, je ziet heel veel mensen, het is heel vaag, maar in Nederland zijn heel veel miljonairs. Heel veel. En soms zie ik mensen rijden in een fucking Aston Martin, in een Ferrari. Dat is leuk en aardig, maar dat is allemaal om te showen. Het heeft niks te maken met comfort. Als jij een miljoen hebt en je hebt een Ferrari, dat heeft helemaal niks met lekker rijden te maken. Ik ben niet uit loons, ik zeg gewoon, showing off doesn't make you successful. It doesn't. Fact is, als jij heel de tijd showt, word jij een doelwit. Iemand gaat je op een gegeven moment, als jij heel de tijd zit te showen in jouw Bentley, iemand gaat je opeens beroven. Waarom? Want jij showt heel graag. Je vindt het leuk. Maar je moet oppassen als je gaat showen met dingen. Want als je het te lang doet, te vaak doet, iets showen. Je gaat op een gegeven moment ga je beroven worden. Of je gaat neergeschoten worden. Ik weet het niet vaag. Maar er is altijd wel een persoon die zich fully richt op jou. Omdat je iets moois hebt wat die persoon niet heeft. Of iets hebt wat hij niet zelf heeft. Je moet echt gewoon heel voorzichtig zijn met dingen showen. Want je zal op een gegeven moment, krijg je karma terug gewoon. Iemand gaat je op een gegeven moment beroven van wat je hebt. Hoe het ook went of keert, op een gegeven moment gaat het fout. En dat is waar heel veel jongeren tegenwoordig niet echt aan denken van. Ja, ik geef toe. Ik heb een Givenchy trui. Waarom? Omdat ik hem lauw vond. Ja, oké, ook om de merk, maar ik draag hem niet vaak. Ik draag hem alleen als ik denk van, ik ga hem dragen. Want vertrouw me nou, ik heb wel merkkleding, maar ik heb niet zoveel als je denkt. Ik heb maar één Dolce & Gabbana shirt. Ik heb maar één Stone Island broek, die draag ik niet eens. Ik vind het fucking lelijk. Ik heb één Givenchy trui, ik heb één paar Dolce & Gabbana's, ik heb één paar Yeezys, ik heb één paar Supreme Jordans. Jezus. And that's it. Maar ik draag ze niet elke dag. Ja, oké, ik heb ook nog een Dolce & Gabbana tas. Maar ik draag ze niet elke dag. Waarom? Want ik ben ook gewoon een normale kind. Kijk dit, custom made shirt. Normale broekje van €5. Ik draag ook gewoon normale kleding, man. Je moet niet denken dat elke YouTuber dure dingen heeft. Nee, dat is niet zo. Ik zeg je eerlijk, soms boeit het me echt helemaal niks als ik geen merkkleding heb. Dat kan me echt niet boeien als ik het niet draag. Ik bedoel, het is maar merkkleding, weet je. Aan het einde van de dag, het is maar een merk wat je draagt. Dus ik draag heel vaak, ik heb ze nu niet, maar ik draag heel vaak van die kapotte Nikes. Waarom? Omdat ze lekker zitten. De merk boeit me niet eens. Kijk, ik draag alleen maar merkkleding als ik echt in een goede bui ben. Ik weet het dus heel vaak. Maar als ik in een goede bui ben, ik denk van, ik ga mijn schoenen dragen. Tijdens mijn Dolce & Gabbana's draag ik alleen als het lekker weer is. Ik draag ze niet tegen. Je moet gewoon kleding aandoen wanneer jij wil. Niet merkkleding elke dag dragen omdat je vrienden wordt showen wat je hebt. Je moet geen schaap zijn als de rest. Je moet niet een schaapje willen zijn als de rest van de bevolking die elke dag merkkleding draagt alleen om te showen. Je moet niet een schaap zijn, man. Je moet een leider, je moet een wolf zijn. Dat vertelt mijn broer altijd. Wat wil je zijn? Kieren, wil je een schaapje zijn als de rest van je school? Of wil je de wolf worden? Een loner, maar succes voor succes streeft. Ik kies altijd de nummer 1. Een loner zijn. Want ik zeg eerlijk, voor mij, ik vind het fijn omdat ik niet heel veel vrienden heb. Maar daar kies ik ook voor.
om die heel vriend te hebben. Ik vertrouw mensen niet gewoon. Ja, je kan zeggen, het is niet goed, het is niet, het wel goed. Ik vind het persoonlijk goed. Waarom? Ik focus mij ook niet heel veel op mensen. Het fijne is van een loner zijn, je kan je focussen op wat jij wilt bereiken en doen laten. Je hebt geen geklooi, je hebt geen gekut met mensen, je hebt geen ruzie. Je bent gewoon lekker chill. Jij hebt misschien niet veel vrienden, maar hey, beter minder dan meer vrienden, weet je. Want meer veroorzaken alleen problemen is dat. Ik zeg altijd, beter geen vrienden dan fake vrienden, weet je. Dan moet ik het zien. Dus ik zeg eerlijk man, mijn leven is heerlijk zonder vrienden. Ik vind het echt, ik zeg het oprecht, ik meen het ook echt. Ik vind het lekker, want ik kan doen wat ik wil, ik heb alle vrijheden. Ja, natuurlijk heb ik wel vrienden, maar als je mijn vriend bent, moet je niet verwachten dat ik dingen met je ga doen. Want nee, je bent een vriend. Vriend, niks meer. Je bent geen familie, we gaan niet iets doen. Nee, je ziet me misschien op school, maar that's it. Voor de rest spreek je ook niet. Ja, misschien nog wat, maar dat is het. Weet je, daar houdt het ook mee op bij mij. Ik ga ook niet uit eten, ik doe ook niet mee aan feesten, ik drink niet, ik rook niet, ik doe niets, ik doe dat soort dingen niet. Maar mijn pa heeft mij verteld dat ik een hele grote, belangrijke iets in mijn tienerleven aan het missen ben. Ik heb gezegd van ja, dat klopt, dat mag je vinden pa, maar dat feesten, dat drinken, dat roken, dat gaat mij niet de man maken die ik later wil worden. Ik wil financieel goed zijn. Ik wil niet dat ik opeens aan mijn ma elke dag moet vragen van hé, kan ik een 50 euro briefje lenen. Ik wil niet zo iemand zijn. Ik wil financieel zelfstandig worden. Dat ik weet vanuit, volgende maand kan ik dit verwachten van mijn belasting. Ik zet wat geld te reserveren om al te betalen. Zo moet je denken. Heel veel mensen denken, waar de fuck heb je het over? Je moet al jongs af aan moet je eigenlijk al beginnen met je toekomst opbouwen. Baantje zoeken, dit en dat. Mijn leven wordt niet makkelijk en ik bereik me daar al echt al 2 jaar op. Mijn leven zal makkelijk worden later, zolang ik maar gewoon door blijf gaan met wat ik doe. Mijn dingen maken, want dit is mijn inkomsten, weet je. Ik heb geen andere inkomsten. Dat is ook niet waar. YouTube is mijn fulltime baan en daardoor moet ik ook video's uploaden. Want het moet niet natuurlijk, maar als je 325.000 mensen hebt, ga je natuurlijk wel gewoon uploaden, weet je, want het leuk is ook. Dus je moet altijd denken van, wil ik de schaapse of de wolf zijn? Je moet op een gegeven moment, moet je af je bank stappen en zeggen van, that's it. No more bitching around, crying all day. Let's get up and build a future, you know? Ik heb hele grote plannen. Al echt sinds jongs af aan, serieus, heb ik al plannen van dat ik miljonair wil worden. Ik kan snappen, mensen zullen, sommigen zullen denken van, ja maar, dat betekent dat je blind bent voor geld. Niet per se. Ik vind niet dat het erg is als je meer wilt. Je hebt natuurlijk wel een grens. Van oké, nu houdt het een beetje op. Maar als jij miljonair moet worden. Let's be real. Wie gaat jou tegenhouden? De eerste persoon die jou tegenhoudt bij jezelf. Is jezelf. Ik zeg alles is mogelijk. Alles kan. Dat is puur motivatie. Dit doe ik in elke video. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon leuk. Weet je. Ik zeg je eerlijk, weet je. Ik vond het wel kut voor mijn broer een paar jaar geleden, weet je. Want hij zat ook heel vaak de klote op zijn leeftijd, op mijn leeftijd. Ik doe er niet aan. Ik deed er ook nooit aan. Ik ben een hele serieuze gozer. Als het over mijn toekomst gaat en een andere ding. Ik ben aan mijn businessman. Ik ben er gewoon al businessman, als dat zo kan zien. Ik weet het vaag, maar het is gewoon zo. Mijn honden. Mijn broer feestte heel veel op mijn leeftijd. En hij zegt nu ook tegen mezelf, ik fucking baalde van wat ik deed vroeger op zijn leeftijd. Maar je bent jong, weken. Je zou niet zomaar denken van, ik moet nu een toekomst opbouwen. Je hoeft je daar niet per se zorgen over te maken. Ik bedoel gewoon, het is goed om nu al bewust te zijn van wat je gaat verwachten, niet kan of moet. Je gaat het verwachten later. Zolang je maar op de goede pad belandt en blijft lopen. Ik zeg niet dat het per se allemaal goed gaat komen. Want alles kan ook misgaan nu met mij. Hè. Ik kan bijvoorbeeld morgen dood zijn. Het is gewoon een voorbeeld. Het is een hele vage, naïeve voorbeeld. Maar zo ben ik gewoon. Ik ben straight to the point. Je moet gewoon realiseren van, jij bent later de persoon die je moet maken in de samenleving. Niemand gaat er voor je zijn. Hoe hard het ook klinkt, niemand gaat jou helpen laten. Jij moet jezelf helpen. En zo werkt het eenmaal, weet je. Het is hard, maar hey, beter de waarheid dan niet de waarheid, zeg ik altijd. Mijn honden.
Maar ja. Ik ga de video beëindigen, man. Zo jemig. Ik heb weer het zooi dat ik weer 20 minuten van jullie leven heb bespeeld. I'm sorry. Maar dat was een hele toffe video, man. Ik begin me wel meer een beetje om mijn gemak te zijn met Nederlandse video's. Dus, tjallas, zeg ik. Bye bye, man. Love jullie. Doei doei.